Hallo liefjes, vandaag weer een super leuke video. Wij gaan vandaag een étagère maken. We gaan deze étagère hier maken. Speciaal voor je parfum. Ik heb mijn geurtjes namelijk overal en nergens. Als ik wegga, neem ik altijd een geurtje mee. En die blijft dan in een tas zitten. En die tas, ja, een paar dagen later weet ik dus niet meer dat ik hem in die tas heb liggen. En dan denk ik, waar is mijn geurtje? Dus die ben ik dan kwijt. Wat ik ook heel vaak heb, is dat ik ergens in een la stop. En vervolgens kan ik die la niet meer vinden. Mystery of the day. Ik heb echt heel vaak dat ik geurtjes kwijtraak. Ja, waarom ik het doe, I don't know. Dus was ik op deze echt mega leuke DIY gekomen. Waar je je geurtjes echt heel mooi op neer kan zetten. Het is echt super goedkoop. Doet gewoon iets met je slaapkamer. Het is een extra touch. Heb je dat probleem nou ook? Dat jij heel vaak je geurtjes kwijtraakt? Dan is deze video speciaal voor jou. Laat hieronder achter welke DIY project ik de volgende keer moet gaan doen. Oh ja, en voordat we beginnen leek het me leuk om te kijken of we de 50 likes kunnen halen. Kunnen wij dat halen, denk je? Jawel, toch? Oh ja, en voordat ik het vergeet, vergeet niet mee te doen met mijn super coole winactie. Daar klikt. Ik weet het even niet. Nou, na al dat gezegd te hebben, laten we dan maar meteen beginnen. Ik denk dat dat wel een goed idee is. Wat heb je nodig? Een schaal. Ik heb die van mij bij de Action gekocht. En deze heb ik ook bij de Action gekocht. Ik weet niet precies wat het is. Volgens mij is het een kaashouder, als ik het goed heb. En dit is de spraylak die ik altijd gebruik. En dit is mijn lijm om alles aan elkaar vast te plakken. De stekker heb ik in een stopcontact gedaan, zodat de lijm warm kan worden. Even tussendoor een gek dansje. Goeie dikke laag lijm erop smeren. Ik heb een dubbele coating gedaan, zodat het extra goed blijft zitten. Dus ik was echt heel bang dat het niet zou blijven zitten. Zorg ervoor dat je hem goed aandrukt, goed stevig houdt en voorzichtig omdraait nadat je klaar bent. En als het goed is, plakt hij heel goed aan elkaar en zie je hier het prachtige resultaat. Als je dan klaar bent, heb je een perfecte étagère voor je geurtjes die er ook perfect uitzien. Al te hoge budget. Nou, alsof je het eigenlijk gewoon in een winkel hebt gekocht. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven en te abonneren. Oh ja, vergeet dan ook niet op het belletje te klikken, zodat jij op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe DIY of fashion video maak. Doei doei!